of ik een vlog wou maken over het honden uitlaten. Dit is dus een husky. Over het algemeen trekken de huskies. Maar we gaan wel even dingen laten zien. Hij loopt nou niet naast je, nee, dat weten we. Dit is dus een hele mooie slaplijn, hoe ik het ook zeg altijd. Slaplijn, dat wil ik. Of vindt een schaduw? Ja, dat is, en dat is ook wel lekker fijn. Schaduw. Gaan we eerst inderdaad even het asfalt even controleren. Valt mee? Oké. Okay. Wacht, mag ik eerst eventjes oversteken? Oké, okay, we gaan jullie dingen laten zien hoe het hier eigenlijk gewoon behoort en moet met hond uit te laten. Waarom ga jij aan die kant staan? Vertel. Hond is dan veilig voor aankomend verkeer. Mij zien ze wel. Sorry, jullie komen toch in beeld, sorry. Ja. Mij zien ze wel. Ja. Daar stoppen we voor. Als ja. Hond aan die kant loopt. Ja. Voor mij, maar misschien niet voor de hond. Ja. Hond is dan aan de veilige kant, zeg maar. Oké. Okay. Blijf uitkijken. Deze auto die eraan gaat komen. Max, kom eens, 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 kom 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 kom. Maar wat heb je allemaal geleerd? Ten eerste, Max naast houden. Max, zit! Zit! Zitten. Opletten. Max, kijk. Goed. Aandacht vragen. Ja. Contact met de hond. Ja. Opletten bij oversteken. Ja. Netjes naast lopen. Ja. Links of rechts, ligt eraan waar kant op gaat. Ja. En meer. Waarom heb je eigenlijk een tuig bij deze hond om? Het tuig is makkelijker. Het halsband om hem gaat trekken. Dan krijg je zo'n burging effect, dat is niet handig. Het tuig is handiger en meer stabiliteit. Ik kan wat meer terugtrekken. Een handvat aan. Ja. Een handvat aan. Ik kan eventueel nog vastpakken. Van ja. Echt hier blijven. Ja. Nee, zit. 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 Pak. Dan kan je hem op zijn plek houden of je kan hem eventjes optillen van die moet echt eventjes rustig zijn. Je hebt er geen last van. De tuig voor al voldoende steun. Ja, en waar kunnen ze deze tuigen kopen? Bij de lokale dierenwinkel, online. Zooplus. Zooplus bijvoorbeeld. En ja, verder op andere internetwinkels. Ah, allemaal. Wij gaan jullie nu laten zien hoe je dus rustig met een hond kan lopen. Hoe je dat dus begin dingen kan, ja, met de basisregels kan gaan doen. Ik ga nu beginnen. Max, hop. Eerst even een stukje lopen. Kom maar. Loop anders voor mij uit. Hop. Kom
iets heel moois. Wat is er mooi aan? Hij loopt nu heel netjes. Nu gaat hij dus trekken. Ja. Wat wij dus niet willen. Trek hem een stukje terug. Dit is netjes, hè? Keurig. Ja, we zijn even een film aan het opnemen. Hoe mensen dus hun hond kunnen bedwingen. Oké. Ja, je mag even kijken. Rustig. Rustig. Dus jullie honden die komen er niet eens op? Ja, dat geeft het wel. Oké. Nee, maar ik zeg het even. Want anders hadden we dat er even uit moeten gaan knippen. Ja, dat is leuk. Ja, goed zo. Hè? Zitten. Zit. Succes. Dank je. Zit. Goed zo. Kijk. Kijk maar eens aan. Goed zo. En dan gaan we weer verder een stukje lopen. Maar hij moet mij volgen aan de voet waar hij zit. Dus ga ik met deze voet... met deze voet de commando geven. Met volg. Een hond mag uiteraard snuffelen. En daar ben je dus ook bezig om je hond mee uit te laten. Keurig. En als hij wat heeft gedaan, en het is nieuw voor je, complimenteer je hem uitbundig. Dat is dus gewoon klap in de handen. Of gewoon even een eye of a ball. Wat jij maar prettig vindt. Daar gaat het om. Express even voor mij. Dus het contact tussen jou en je hond. En wij hebben dus ook tuigen. Laat het even zien. Laat het even showen. Kom eens hier, man. Kom eens hier. Kom eens even hier. Even zijkant. Kom. Deze tuigen, die kun je dus overal kopen. Bij je dierenspeciaalzaak. Bij Zooplus onder andere. Dat is online. Wat je dan zou kunnen doen, dat is dus online op Google gaan zoeken. Naar tuigen Julius K9. En dan kun je dus deze tuigen gaan kopen. Als je niet weet welke maat jouw hond heeft, wat je zou kunnen doen, dat is dus met een meetlint om de voorpoot heen en dan tot en met hier meten. Dus de meetlint pak je dan hier ook. Ik heb nou geen meetlint bij me. Achter de voorpoten en dan hier ook, dan weet je precies hoe groot de maat van je tuig moet zijn. Zo. Ja. Wij zijn dus nu aan het lopen. Nog steeds. Ja. Alweer. En want we stonden net even stil om dit ding even te overleggen. Ja. Dus nu het zo... Maar hij is nu behoorlijk aan het trekken. Strakke lijn zie ik. Ja. Trekken. Pak, ja. Zet. Kijk eens aan. Ik loop naar achteren en jij loopt. Maar als het hond interesse heeft in fietsers, auto's, vogels, en tegen gaat blaffen. Zo, wij zijn nog steeds even aan het lopen buiten. En zoals jullie zien is deze husky wel lekker rustig. Het kan nog wel eens trekken, maar dat hoort erbij. Net zoals herders trekken ook, border collies trekken ook. Ga zo maar even door, maar dat kun je afleren. Het gaat niet makkelijk, net zoals puppies. Ik heb zelf een pup van bijna 8 maanden. Ik weet er zelf alles van.
Mijn pup trekt ook, vooral als ze in de roedel loopt. Deze hier ook. Mijn grootste dame, Lady ook. Maar dat is normaal, dat is in de roedel. Maar als je alleen loopt, kan je het perfect afleren. Kijk. Zit. 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 Kijk. Heb je nou koekjes bij je voor dan ook? En je bent net bezig, geef dan een koekje. Met een ei over de bol. Dat is het enige wat je in principe nodig hebt. Ben je daar weer klaar mee? Ben je gewoon weer voetvolg. En je gaat weer doorlopen. Als je onttrekt, is het gewoon even schakelen. Niet zo blijven staan, want dan heb je geen evenwicht. En geloof mij, dat werkt. Hij gewoon schakelt staan. En trekt gewoon je hond terug. Dit is even wat te midden. Wat ik nou doe, maar ik kan het ook anders doen. Dat is gewoon even dit. Even wat harder. Maar ik kan hem ook nog anders doen. Dat is dit. Maar dat is echt, als je hond echt heel erg trekt. Trekt je hond niet heel erg, dan is het gewoon een klein. Gewoon even een corrigerende tikje. Terugtrekken. Kom maar. Jij bent braaf. Ja, we zijn even bezig. Hè? Filmpje maken voor jou. Nou ja, voor jou, maar dat zou je baas ook leuk vinden, hè? Ja. Want deze jongen, die zit in de opvang bij ons. Dat vind ik helemaal niet erg. Dat vind ik juist leuk. Om jullie te laten zien hoe het ook anders kan. Hoe het leuk is om met je hond te gaan lopen. Gezellig. Fijn. Niet parkeren in dat getrek. Kijk, ik kan zelfs dit doen. Het loopt niet weg, het trekt niet. Kom eens. Kom eens hier. Kerel, kom eens hier. Hi. Nee, ik ben nou zelfs niet interessant. Het gras is veel interessanter. Maakt niet uit. Je bent met je hond bezig. Daar gaat het in. Je wil connectie met je hond. En de hond wil, en die wil ook connectie met jou. Dus, ben je aan het lopen? Heb je je telefoon bij je? Dat mag, kan, geen punt. Maak dan een filmpje. Als je hond los is, maar ga niet bellen. Want jij wil connectie met je hond, toch? Zorg daar dan voor. Je kan bellen, maar doe dan een oortje in. Of gewoon even op luidspreker. Dan heb je ook niet je telefoon aan je oor. Maar gewoon wel de connectie met je hond. Dat is ook zo belangrijk. Want de hond merkt vanzelf wel of jij geen of wel connectie met hem hebt. Maar dit kan hij ook. Volg lijn. Kom. Volg lijn. Goed zo. Kijk. Maar dat is ook leren. Volg lijn. Dat is ook weer één van de belangrijkste zaken. Als je hond dat nog niet kan, is het trainen, leren, volgen. Volgen van zijn lijn. Ook al is hij nou op deze manier achter mij. Ik wil dat hij eigenlijk aan deze kant komt lopen of komt staan. Volg zijn lijn. Hop. Volg zijn lijn. Hop. Hij heeft wel echt zoiets van, wat? Ik loop toch aan de goede kant? Eigenlijk wel, maar ik wil dan dat hij aan die kant komt. Hij zit er. Kom. Volg lijn. Volg lijn. Nee. Kom. Ja, volg lijn. Kom maar. Kijk. Kit kan de was doen. En als jouw hond dat dan niet kan, beloon hem dan weer. Met een koekje, met een stukje kaas. Maakt niet uit. Het gaat erom dat jij met je hond bezig gaat. Dat jij gaat trainen. Het zijn maar van die kleine basisdingetjes. Maar als jij je basisdingetjes al kent, dan wordt het wandelen al een heel stuk fijner. Kijk nu. Het loopt dan wel eventjes naar de baas toe op dit moment. Want ik ben nou de baas niet. De baas is nou aan het filmen. Die hebben jullie ook al in beeld gezien. Maar hij vindt toch wel dat ik het beter kan uitleggen naar jullie. Dus dan demonstreer ik het ook aan jullie. Dat is lekker hè, Viro. Maar wat we dus nu even gaan doen, dat is los. Ja. We gaan hem even losmaken. Kijk eens. Heel goed. Dus, even lekker los. Mag.
Wat ik dan altijd doe, of ik ga even doormurken. Want dan ben ik weer op de hoogte van de hond. Ik pak altijd de tuig. Altijd. Is je hond ook niet gelijk weg. Pak ik hem over. Met de rest doe ik hem altijd gelijk. Eigenlijk los. 1, 2, 3. Go. Hoi, zo. Ga maar even zwemmen. Doe maar. Kijk. Vind je helemaal geweldig. Ben ik er weer? Ja, terug. Mooi. Dit is wat de hond wil. Even los. Zijn vrijheid. Heel veel huskies kennen dit niet. Dat zijn weglopers. Maar deze jongen, perfect. Ook niet altijd, want het is en blijft een husky. Moet je heel goed mee opletten. Wie zwemmen kent? Kijk maar. Pak een stok. Een stokje hebben we. Daar. Hier hè. Kom. Ik heb nog een stokje voor jou hoor. Helemaal neer. Kom. Hier. Kijk eens. Zit. Kijk. En weer komt het woordje zitten. Altijd. Kerel, zitten. Ga zitten. Zit. Nee, anders krijg je hem niet, hè? Zit. Zit. Hé. Hey. Niet? Kijk eens. Kijk. Het woordje kijk is ook interessant. Kijk. 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 Dat is ook een hele goeie. Als je hond niet wil luisteren, nou, zit. Doe het woordje kijk. Goed, niet wel. Hier, ga pakken. Kijk. Hij moet even weer wennen. 1, 2. Max, kijk. Ja, kerel, dat is lekker. Kijk. En dat vindt hij weer lekker, hè. Dat is lekker, vent. Ja, nee, niet bij mij. Kom. Kijk eens. 1, 2. Ja. Go. Ga erin dan. Niet? Daar. Oh ja, dat mag. Go. Ja, je zit eentjes. Dat weet ik. Maar dit is ook zo belangrijk. Even jong, even de vrijheid geven. Als het kan. Als die mogelijkheid er is. Is die mogelijkheid er niet? En het is goed weer. Probeer te fietsen, maar niet boven de 20 graden. Sowieso niet. En ook let op de luchtvochtigheid. Ook zo belangrijk. Ik zal er een stokje pakken voor hem. Ja, lekker. Merel. Ja, is lekker hè. Kijk, en twee. En je kan dat zeggen, heb je er zin in? Ja, pak dan. En je wou die vandaag nog zo'n heef maken. Warmte. Nee. Kijk. Ja. Go. Go. En dan geef ik hem gewoon eventjes een klein setje. Goed zo, man. Goed zo, kerel. Kijk, ik geef hem een uitbundig compliment. Oh, man. Wachten. En dan doe ik hem gewoon weer even aan de lijn, want we gaan weer verder. En dan moet ik hem wel aan de lijn krijgen. Ook weer zoiets. Kom maar. Kijk, nu neem ik even een stokje mee. Als je hond alles leuk vindt, qua wat op straat ligt, heb ik ook weer een heel mooie basisregel. Een basisregel los. Komen we zo op. Ik ben nu even heel gemeen, weet ik. Maar ik ga het jullie laten zien. Pakken. En vasthouden, hè. Vasthouden. En los. Los, los, kom, los, los. Hé, hey. Goed zo.
nou alles leuk vindt wat op straat ligt, word je los. Heeft hij het losgelaten, weer uitbundig complimenteren. Of met een koekje, of met een stukje vlees. Maakt allemaal niet uit. En als je dat allemaal kan, gewoon de simpele basisregels, dan kom je al een heel eind. Hier zit hij nu zelf. Oké. Je hebt er nou even geen trek op. Helaas, pindakaas. Het gaat erom om de simpele, kleine dingetjes, basisregels. En welke hebben we nu al behandeld? Het zit. Volg. En dan los. Even uit mijn hoofd. Al drie dingen. Vergeet ik nu wat? Af. Nee, dat, en die hebben we nog en nog niet gehad. Af. Die hebben we en nog niet gehad. Oké. Okay. Laat maar voor mij. Een beetje achter mij nog, hè? Naast mij. Kap, naast. Naast. Kijk, dat is ook weer een bordje. Naast. Die heel vaak zal gaan gebruiken. Het woordje naast. Het woordje volg. Het woordje zit. Zo kort en krachtig mogelijk. Want als je gaat zeggen zitten, of nu ga zitten, dan is je hond jou kwijt. Gewoon kleine korte woordjes. Dat is het belangrijkste wat er is. Kijk, en ik laat hem nu weer lekker een lange lijn. Hij wil een slappe lijn. Je kan de hond eigenlijk uitlaten met één vinger. Eén vinger. Kijk. Ik kan de hond uitlaten met één simpele vinger. Wie wil dat nou niet? Dat kan iedereen. Ga nou niet zeggen dat het niet kan. Het kan wel. En nee, ik heb geen trainingen gehad om een hond of om jullie mensen te kunnen trainen. Maar ik train honden wel zelf. En ik krijg heel veel vragen van hoe doe jij dat? Netjes. Dankjewel. Kijk, net zoals dit. Bankje over. Bankje over. Hebben we hem ook geleerd. Kom maar, bank over. Kom, kom op de bank. Kom. 1, 2. Ja! Grote jongen hoor. Hé, hey, grote jongen. Kom maar. Kijk, dan gaan we even hier al in de schaduw staan. Dat is wel even fijn. Als je iets wil gaan vertellen, filmen, vloggen, allemaal één pot nat. Deze jongen hier ook, die ken tegen fietsers. Is het nou niet het geval, het geblaffen, laat hem even zitten. Zit. Heb je een koekje bij je, ga je hem een koekje geven. Of zeg blijf, of door. Kijk, die krijgen we ook weer, kijk. En volg. En stel, er komt nou een fietser aan of een auto. Zeg je het woordje door. 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 Dat is weer een kort woordje. Daar gaan we alweer. Dan zijn we alweer zit gehad. Het woordje volg. Blijf. Ook al eigenlijk al gehad. Naast. Gewoon zitten. En door. Dat zijn de simpele basisregels. Hé, collega. Dat was een collega van ons. Ja. Dus ja. Het is weer een beetje lawaaiig. Ja, het is een beetje lawaaiig. Kom eens hier. Even wat uit je hoofd halen, ja. Nee, maar dat zijn de simpele basisregels. Ik zou zeggen, hanteer deze en je zit lekker in de kont. Is het niet meer? Oké, nou dat gaat zo. Maar mensen, ik heb jullie nu een paar dingen laten zien. Probeer deze regels te hanteren bij je hond. Gaat het goed? Heb je het gedaan? Zit de vooruitgang in?
En laat het even weten hieronder in mijn comments, reacties. Dat zou ik onwijs leuk vinden. Wil je meer zien wat wij gaan doen naar jullie of voor de honden? Of wil je wat zien wat jij in je hoofd hebt? Laat het ook even weten. Ik zou zeggen dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer.